Het grijze weer, dat hebben we de afgelopen dagen gehad, maar dat is vandaag ook nog het geval. We zijn er voorlopig nog eventjes niet van af, maar het echte grijze, miserige weer, dat zal de komende dagen toch minder worden. Vandaag hebben we dat al ietsjes gemerkt. Vanmorgen was het dan wat nevelig en hier en daar een mistbankje. Temperaturen lagen zo rond de 8 graden en vandaag is het toch nog 11 tot 12 graden geworden. Weinig wind uit west tot zuidwestelijke richtingen. Ja, en afgelopen middag is het ook helemaal droog gebleven. Op de foto zijn de sneeuwklokjes al te zien. Het is een klein beetje het einde van de wintertijd. Maar of het helemaal de winter voorbij is, dat zullen we zo dadelijk nog wel horen. Wilt u ook een foto insturen? Dat kan altijd nog naar foto@gerritsweerproot.nl. Vandaag zijn we in Doetinchem op het landgoed Slangenburg. Ja, het weer daar is natuurlijk ook niet zo heel veel anders dan in de rest van de Achterhoek. Het is hier ook een beetje miserig, een beetje treurig is het vanmiddag. Er zijn ook niet veel mensen die er rondwandelen. Maar dat zal de komende dagen misschien wel wat beter worden. Want het weer zit toch een klein beetje in de lift. Niet alleen qua temperatuur, maar de zon die komt er ook nog wat vaker bij. Vanavond en komende nacht hebben we met veel bewolking te maken. De temperatuur zal dalen naar een graadje of 7, 8. En morgen hebben we ook met redelijk veel bewolking te maken. Al zal het in de middag toch al een klein beetje lichter worden. En de temperatuur die stijgt nog wat verder door naar 12 tot 13 graden. En ook morgen is er heel weinig wind. De vooruitzichten voor de komende dagen. Donderdag is het dan nog een graadje of 13. Vrijdag dan gaat de wind wat meer om naar oostelijke richtingen. Komt wat drogere lucht naar ons toe en dan krijgt de zon ook wat meer kans om te schijnen. De temperatuur zal dan wel iets minder hoog uitkomen, maar omdat het vrij rustig weer is, wordt vrijdag toch een hele andere dag dan we de afgelopen dagen hebben gehad. Het wordt in ieder geval wat vrolijker. Maar die opklaringen die zorgen er wel voor dat in de nacht na de zaterdag toch de temperatuur wat verder kan dalen dan de afgelopen nachten. We zullen dan minima hebben van 1 tot 2 graden nog net in de plus, maar aan de grond zou best wat vorst voor kunnen komen. En zaterdag in de ochtend dan is er een klein beetje zon, later weer wat meer bewolking. Maar zaterdag over het algemeen ook een rustige dag en ook een graad of 11, 12 in de middag. In de nacht na de zondag dan is het een graad of 5, 6 en zondag overdag. Dan is er wat meer bewolking, kan er een klein beetje regen vallen, maar veel zal het niet zijn. En ja, en volgende week, het lijkt erop dat het dan weer wat kouder gaat worden. Maar of dat zo doorzet, dat horen we morgen weer. Wat mij betreft vanuit de Slangenburg goed gaan.